Horen jullie mij? Ja, volgens mij wel. Goedemorgen. 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 Leuk dat jullie er zijn. Lekker een speciale dienst. Allemaal tieners. Volgens mij hebben we ook bijna alle tieners en jeugd aanwezig. Denk ik zomaar. Ja, gaaf hoor. Leuk, groot aantal. Echt heel gaaf. En we gaan het lekker anders doen dan anders. Sowieso lekker zonder ouders. Altijd fijn. Ik zie al enthousiasme. Leuk. Ja, we gaan het ietsjes anders doen als normaal. We gaan de dienst opsplitsen in twee keer. Eddie gaat spreken. Die heeft iets voorbereid voor ons. Ik ben heel benieuwd waarmee die gaat komen. Leuk. Ja, en we gaan het lekker afwisselen. Af en toe wat aanbidding. Dan gaat Eddie iets spreken. Gaan we weer wat aanbidding doen. Gaat Eddie weer iets spreken. Een soort gaaf. Leuk. Ja, we hebben ons best gedaan. We hopen het voor jullie leuk te maken. Maar ik denk niet dat we dat zonder de zegen van onze Vader kunnen doen. Dus ik wil graag met jullie even bidden voordat we beginnen. Ja, lieve Vader. Dank u wel dat we zo bij elkaar mogen zijn. Zo'n groot aantal, Heer. Leuk, alle jeugd, dat u onze jeugd toch hierheen heeft getrokken. En ik vraag u zo, Heer, zegen deze dienst, zegen de muziek, zegen Eddie straks in het spreken, Heer, dat u tot ons hart mag spreken. In Jezus' naam, amen. En veel plezier! Voel je vrij ook om lekker te gaan staan of te blijven zitten. Maar wij gaan lekker zingen en genieten van elkaar en God. Mijn hart gelooft, mijn mond belijdt dat Jezus leeft en leeft in mij.
leven in mij. Ik bouw op Jezus, anders niet. Het is zijn bloed dat redding biedt. Wie op hem hoopt, wordt niet beschaamd. Ik steun alleen op Jezus' naam. Ik bouw op Jezus, anders niet. Het is zijn bloed dat redding biedt. Wie op hem hoopt, wordt niet beschaamd. Ik steun alleen op Jezus' naam. Heer, u bent ons fundament. Zwak wordt sterk door al uw in de storm blijft u hoogste Heer. Ook als de nacht mijn zicht vervaagt, toont hij zijn liefde die mij draagt. Al woeden storm rust in hem alleen. Mijn anker rust in hem alleen. Heer, u bent ons fundament. Zwak wordt sterk door al uw werk. In de storm blijft u geschat, weet ik dat hij mij kennen zal. Bekleed met zijn gerechtigheid, ben ik van hem in eeuwigheid. Heer, u bent ons fundament, zwak wordt sterk. Lijkt het al? Doet hij het? Ja. Oké.
vies erbij. Man, man, man. Goedemorgen. Ik mag iets met jullie delen over sterk en moedig zijn. Nou hebben die liedjes mij net wel een beetje moed ingepraat, want ik voel me niet heel moedig nu ik voor jullie sta. Maar goed, we gaan vandaag kijken naar Jozua. We zullen een stukje lezen uit de Bijbel over begin van Jozua 1. Maar voordat we dat lezen wil ik jullie iets vertellen, een beetje achtergrondinformatie. Om te gaan kijken naar hoe Jozua eigenlijk... Jozua moet het volk, het beloofde land, inleiden. En het volk dat hij moet leiden is enorm. Wel meer dan 1,5 miljoen mensen. En het land dat ze in moeten nemen wordt bewoond door mensen die zitten helemaal niet op hun te wachten. En die mensen die zijn vele malen sterker dan zij. Er wordt zelfs gesproken over reuzen. En de steden die ze in moeten nemen, dat zijn goed versterkte steden. Dus met dat in het achterhoofd wil ik eerst het stukje even lezen. Oké. Okay. Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heere, dat de Heere tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei: mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Elke plaats die uw voedsel betreedt, die heb ik u gegeven, overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af, tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, en heel het land van de Hethieten, en tot de grote zee waar de zon ondergaat, dat zal uw gebied zijn. Niemand zal tegenover u stand houden al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zo zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en ik zal u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want u zult dit volk, het land dat ik aan hun vaderen gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen. Alleen wees sterk en zeer moedig door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet vanaf. Niet naar rechts, niet naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. En dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Heb ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet, wees niet ontsteld, want de Heere, uw God, is met u overal waar u heen gaat. Wat een stuk. Als eerst zie je dat God Jozua geweldige beloftes doet. Elke plaats die zijn voedsel aanraakt, die is hem gegeven. En niemand zal tegenover hem stand kunnen houden zijn leven lang. En zoals God met Jozua was, zoals God met Mozes was, zo zal God nu met Jozua zijn. Dat zijn nogal beloftes. Hij geeft allereerst zijn aanwezigheid. Daarna geeft hij een belofte van onverslaanbaarheid. En vervolgens geeft hij hem een verzekering van zijn trouw. Want hij zegt: ik zal je niet loslaten en ik zal je niet verlaten. En dan gebiedt God hem: wees sterk en moedig, want jij zal dit volk het land in bezit laten nemen. En als God dat persoonlijk zo tegen je zegt, dan word je daar wel sterk en moedig van, denk ik. En dan zegt God: alleen. En vaak als iemand iets positiefs tegen je zegt, maar heel kort erop alleen, dan komt er iets negatiefs dat het eerste onderuit haalt. En God zegt tegen hem: alleen, wees sterk en zeer moedig door precies te doen heel de wet die Mozes je gegeven heeft. Wijk er niet vanaf, niet naar links, niet naar rechts, opdat je verstandig zult handelen. Overal waar je gaat. En als dat niet genoeg is, doet God er nog een schepje bovenop en dan zegt hij: dit boek mag niet wijken uit je mond. Je mag niets anders spreken dan wat ik hierin voorschrijf. En dan denk ik zo dat Jozef zoiets zegt van: wat?
En dan zegt God, en je moet het dag en nacht overdenken. Wat is dit? Eerst mooie beloftes en nu deze onmogelijke opdracht. En het lijkt ook wel, als je dit stuk leest, dan lijkt het wel alsof we maar één kant van het gesprek kunnen lezen. Want alleen God is maar aan het woord. Maar ik kan me zo voorstellen dat Jozua denkt, eerst krijg ik een belofte. Eerst krijg ik uw aanwezigheid. Dan krijg ik een belofte van onverslaanbaarheid. Dan verzekert u mij ervan dat u altijd met mij bent. En nu geeft u mij een onmogelijke opdracht om die beloftes te kunnen ontvangen. En Gods antwoord is, heb ik het niet geboden? Wees sterk en moedig. Dat rijmt eigenlijk helemaal niet. Maar het gekke is, God gebiedt Jozua niet om sterk en moedig te zijn in verband met de reuzen die ze gaan tegenkomen, of in verband met de goed versterkte steden die ze moeten innemen. God gebiedt Jozua om sterk en moedig te zijn in verband met zijn eigen volk dat hij moet leiden. En dat doet God omdat hij van tevoren al weet dat als ze het straks goed zullen hebben in het beloofde land, dat ze achter allerlei andere dingen aan zullen rennen die God haat. En ze zullen God de rug toekeren. En daarom gebiedt Jozua, of daarom gebiedt God Jozua zo, om niets anders te spreken dan wat God voorschrijft in zijn wet. Eigenlijk zegt God, sluit geen compromis. Gooi het niet op een akkoordje als jou dat beter uitkomt, in geen enkele omstandigheid. En dit gaat je alleen lukken als je dag en nacht mijn woord overdenkt. God zegt eigenlijk, je begint je dag met mij, je eindigt je dag met mij, en alles wat daartussenin zit, dat spendeer je ook aan mij. Dat is best straf. Dus slagen zonder Gods woord is onmogelijk. Is een onmogelijkheid. En dan denk ik gelijk, hoe zit het met jou? Of hoe zit het met mij? Misschien heb je niet eens een Bijbel om in te lezen. Of misschien heb je een Bijbel om in te lezen, maar je vindt het gewoon saai. Andere dingen zijn belangrijker, je hebt er gewoon geen tijd voor. Andere dingen zijn belangrijker, zoals je PlayStation, of je Xbox, of je vrienden, of, en hier, ik denk dat het heel goed is, misschien wel je telefoon. Maar misschien herken je dat wel. Je hebt tijd voor allerlei andere dingen. Maar Bijbel lezen, daar komt het gewoon niet van. Naar de kerk gaan of in God geloven. Ja, tuurlijk. Naar de kerk gaan met je ouders of misschien zelfs wel uit jezelf. Ja, maar tijd doorbrengen met Bijbel lezen en in gebed zijn, dat is het saaiste stuk van het hele christen zijn. En juist daarop hamert God enorm bij Jozua. Sterker nog, hij zegt hem, overdenk mijn woord dag en nacht. En daar zit heel weinig tijd bij voor een potje Fortnite of Call of Duty. Of kennen jullie dat niet? Nee? Ik ken het wel namelijk. Erg leuk. En dat stuk. En hoe zit het met sluiten van een compromis? Met op een akkoordje gooien. Gedraag je je nu hier in de kerk op zondag hetzelfde als op het schoolplein? Of als je alleen met je vrienden bent op een vrijdag of op een zaterdagavond? Want in mijn leven heb ik het heel vaak op een akkoordje willen gooien met God. Omdat mij dat beter uitkwam op dat moment. En misschien kennen jullie dat ook wel. Je bent met je vrienden en je krijgt in één keer een sigaretje aangereikt. Of misschien zelfs wel een blootje. Er wordt een film opgezet waarvan je weet, die film moet ik eigenlijk niet kijken. Of er wordt voorgesteld om ergens heen te gaan waarvan je heel goed weet dat je daar nu juist niet heen moet gaan. En op zo'n moment krijg je een keuze. Doe ik mee? Of kies ik voor God? Maar om niet buiten de boot te vallen,
zet je God eigenlijk te kakken, zet je God gewoon opzij. Want wat hun van je denken, wat je vrienden van je denken, of de mensen waar je mee bent, dat is op dat moment belangrijker voor je dan God. Je sluit een compromis, je gooit op een akkoordje. De zondag erop ga je weer lekker naar de kerk alsof er niks gebeurd is. En misschien zet je God inmiddels wel wekelijks even opzij, want ja, dat komt nou eigenlijk wel beter uit. Hoe dan ook, gebiedt God, Jozua, om het niet op een akkoordje te gooien. In geen enkele omstandigheid. En dat lukt hem dus alleen als hij constant met zijn woord bezig is. En dat doet God zodat Jozua in ongeacht de situatie, dat hij God verkiest boven de mensen. En niet andersom. En als we dit stuk nu uit de Bijbel lezen, het had net zo goed een ander stuk kunnen zijn. Oh, wacht even, ik moet een ander briefje hebben. Nou, dat maakt niet uit. Maar goed, als we dit stuk nu uit de Bijbel lezen, en nu gaat het over Jozua, het had net zo goed een ander stuk kunnen zijn. In dit geval Jozua, dan verplaatsen wij onszelf heel snel in Jozua. In de held van het verhaal, die het met een zetje in de rug eigenlijk wel voor elkaar krijgt. Maar weet je, wij zijn niet Jozua. Wij zijn het volk. Wij zijn een opstandig en een hardleers volkje dat eigenlijk verlangt naar slechte dingen. En als het ons beter uitkomt, 9 van de 10 keer, dan zetten we God eigenlijk erg makkelijk opzij, omdat het ons beter uitkomt. En misschien zeggen sommigen van jullie, praat even over jezelf en niet over mij. Nou, dan heb ik het nu al even over mezelf. Misschien is dat bij jullie allemaal heel anders. Maar dat niet alleen. We zijn niet alleen een opstandig en een hardleers volkje dat verlangt naar slechte dingen. We zijn ook in elk opzicht machteloos om daar zelf iets aan te veranderen. En nu denken jullie, het, wat flik je me nou? Je zou hier iets komen vertellen over sterke moeders zijn en nu maak je ons uit voor een stelletje slappelingen. Maar geef me straks nog heel even, want we gaan nu zo meteen weer zingen. We gaan het echt nog hebben over sterke moeders zijn, maar nu weten jullie heel goed, samen met mij, wie we zijn. Dan gaan we het straks nog even hebben over sterke moeders zijn. Oké. Okay. Okay. Hou het
Doet hij het weer? Of niet? Hij doet het weer, hè? Ja.
Oké. We waren net gebleven bij dat we een stelletje slappelingen zijn. Nou goed, wij zijn niet de held, maar degene die gered moeten worden. Maar hier komt dan wat goed nieuws. En dat is dat Jezus onze leider is. En zoals Jozua het volk de woestijn uit het beloofde land inleidde, zo leidt Jezus ons de woestijn uit het beloofde land in. Jezus leidt jou van een leven zonder God naar een leven met God. En juist op basis van dat Hij onze leider is, kunnen wij sterk en moedig zijn. Hij ging voor jou naar het kruis om jou te bevrijden. Maar daar bleef het niet bij. Hij stond op uit de dood om jou bij de hand te nemen en om jou vervolgens te leiden. En dat is wel, nou goed, dan denk ik, wat een leider. Eerst geeft hij zichzelf op en daarna staat hij op de dood om jou persoonlijk te leiden. En goed, juist op basis van dat hij het is die ons leidt, zijn wij sterk en moedig. Hij is onverslaanbaar en hij laat jou nooit los. En moet ik denken aan Psalm 16, vers 8, daar staat: omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. En dan zie ik mezelf als een klein kind aan de hand van zijn vader. En omdat hij naast mij loopt, omdat hij bij mij is, wankel ik niet. En dat zegt God ook. God zegt: wees sterk en moedig, want ik ben de Heer. En ik ben jouw God. En ik ben met jou overal waar je gaat. Ik ben met je in het klaslokaal. Ik ben met je op het schoolplein. Ik ben met je als je bij je vrienden bent. En ik ben met je als je alleen thuis op je kamer zit. Ik ben bij je. En hij is constant bij je. En hij geeft jou juist iets heel bijzonders. Hij geeft jou, in ieder van jullie persoonlijk, iets waardoor jij er steeds zekerder van wordt dat hij echt bij je is. En dat hij je echt leidt door alles heen. Of op je school of op school of op je werk, het maakt niet uit. En dat is nu juist zijn woord. Dat is de Bijbel. God gebiedt ons om sterk en moedig te zijn en vervolgens geeft hij ons zijn woord dat ons voorziet in meer dan hij gebiedt. Want God gebiedt ons, hij zegt: wees sterk en moedig, hier heb je mijn woord, dat maakt je zeer sterk en zeer moedig. Dus God voorziet in meer dan hij gebiedt. Daarbij houdt dat jouw blik niet op jezelf, maar op hem. Op wie je leidt, op Jezus. Want hij is bij je, overal waar je gaat. Hij zegt: wees sterk en moedig, want ik ben bij je. Ik ben bij je als je het naar je zin hebt. Ik ben bij je als je gepest wordt. Ik ben bij je op de momenten dat jij op het punt staat om het op een akkoordje te gooien. Ik ben bij je als jij in een moeilijke periode van je leven zit. Want tienerjaren zijn vaak moeilijk. In ieder geval, dat vond ik wel. Niet altijd leuk. Maar hij is bij jou. En door dat zo te weten en door daar zo verzekerd van te zijn, worden juist de problemen of de omstandigheden worden kleiner en God wordt groter. En dat feit, dat maakt je juist zeer sterk en zeer moedig. Elke keer als je zijn woord opent, wil hij gewoon iets tegen jou zeggen. Van wie hij zelf zegt dat hij is voor jou persoonlijk. En dat maakt sterk en moedig, want echte kracht en echte moed zijn altijd gebaseerd op wie hij is en wat hij doet. Echte kracht en echte moed zijn gebaseerd op wie hij is voor jou, wie hij zelf zegt, en op zijn volbrachte werk aan het kruis. En misschien is het allemaal wel nieuw voor je. Kennen jullie niet allemaal? Sommigen zullen hier vaker komen. Als het allemaal nieuw voor je is, ik zou zeggen, je kan zo een app downloaden op je telefoon en je kan een versje per dag lezen.
Dus te kijken wat God zegt. En God is trouw. En hij zal je sterk en moedig maken. Niet omdat hij zegt, omdat hij jou laat zien wat voor een binkje ben, maar omdat hij laat zien wat voor een bink hij is. Misschien zou je wel een echte Bijbel willen hebben en heb je die niet. Kom dan straks even naar me toe. En dan gaan we samen kijken voor een Bijbel. Of misschien heb je wel ook zoiets van, man, ik heb Jezus nog nooit gevolgd. Raar, vreemd. Of er is iets anders. Ga naar iemand toe waar je het goed mee kan vinden. Ga naar mij, ga naar de jeugdleiders. Ik wil ook graag met je praten. Ja, goed. Dat was het eigenlijk. Dus ik wil jullie heel erg bedanken dat ik dit mocht delen. Ja, dat was het. Dus, gaan we liederen zingen, nog twee liederen en dan kijken we nog naar een filmpje, een mooi filmpje. En daarna gaan we nog een lied zingen. Gaan we even alleen muzikaal nog eventjes doen. Want ik denk dat dit een moment is. Dat we denken bij jezelf, we hebben een woord gehoord. En dit is altijd zo, weet je wel. Ik weet nog goed toen ik jong was. Nu ben ik dan niet meer zo meer. Ik had hier eigenlijk niet mogen staan. Maar toen ik jong was, toen kon ik nog wel eens bij mezelf denken, afgeleid worden. En denk, ja, waar ging het nou eigenlijk over? Nou, het ging eigenlijk om één ding. Het ging om die leider. Jozua die voorgaat. En zo is ook een leider die Jezus is. En gaan wij die Jezus achterna? Dat is de vraag die Eddie ook net zei. Die Eddie ook net stelde. En dat huis waar we over zingen. En die glorie waar we over zingen. Dat huis dat ben jij. En die glorie is Jezus. En als jij zegt, ja ik wil mijn hart openstellen voor die glorie. Dan is dit het moment misschien wel. En misschien denk je bij jezelf, ja, maar ik ga niet staan, ik ga niet lopen. Als er maar niks van mij wordt verwacht, dan wordt ook niks van jou verwacht. Het is jouw hart en niemand ziet jouw hart behalve God. En durf jij dat, dit stille moment misschien, mensen hebben het echt niet door, wat jij nu doet in jouw gedachten, te zeggen, Heere God, vul dit huis, mijn hart, met uw glorie, met Jezus Christus. Zing dan dit mee. Vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u en alles is tot u, openbaar aan ons uw heerlijkheid. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u en alles is tot u, openbaar.
dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u en alles is tot u. Openbaar aan ons uw heerlijkheid. Heilig, heilig. Is koning, breng hulde, geef hem in. Vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u en alles is tot u, openbaar. Met uw glorie, vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u en alles is tot u, openbaar aan ons uw I'm no longer a slave.
no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am surrounded by the arms of the Father. I am surrounded by songs of deliverance. We've been liberated from our bondage. We're the song and the daughters, let us sing our freedom. Mijn challenge voor jou deze week is, zet even een bakje thee, een bakje koffie en een leuke beker. Pak je Bijbel erbij en ga moed indrinken. Lees het woord van God en lees hoe Hij over jou denkt. Dan word je echt moed. Amen. Dan zijn we aangekomen bij het laatste lied. Koning Jezus, u bent de held,
naam boven alle namen. 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 Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat al wat voorbij. Ongeëven naar de kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat al wat voorbij. Ongeëven naar de kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Jezus overwinnaar. U bent Jezus overwinnaar. Amen. Amen. Zo, ik vond de muziek trouwens ook echt super mooi. Dus, ja. Ik hoop dat. Ja, dat God zelf, dat jullie er iets mee kunnen, dat de focus niet op jullie moet liggen, maar op Hem. En ik wil graag afsluiten met gebed, de dienst. Vader in de hemel, Heer, ik wil u heel erg danken voor wat u ons wilt laten zien over uzelf. Ik wil u bedanken dat u wel... wij geen contact hebben gehad in de voorbereiding, dat de liederen en wat ik mocht delen, dat het zo samenkomt. En dat u bevestigt, Heer, dat het van u is. Het is niet van ons. Het is wat u wilt zeggen, Heer, tegen ons. Heer, ik bid ook voor een ieder van ons hier, voor iedereen die hier zit, want het is geen toeval dat ze hier zitten. Heer, dat wat u hebt gezegd, het zaad dat er vandaag gestrooid is, Heer, dat het in vruchtbare grond valt en niet dat het geroofd wordt op het moment dat ze hier naar buiten gaan. Heer, en daar dank ik u ook voor. Want ons vertrouwen ligt in u en niet in onszelf. En daarom bid ik, Heer, dat alles wat er hier is gezongen, Heer, wat er is gesproken, Heer, wat van ons is, heel al het vergeten, maar wat van u is, Heer. Heer, dat het vrucht zal dragen.